je van vandaag? Nou, eigenlijk moeten zij het doen. Ik kom alleen maar een beetje helpen, maar ze hebben leuke ideeën, dus ik ben benieuwd. Wat ben jij aan het maken? Wij maken een vuurvlees, mevrouw. Koreaans vuurvlees. Nou, het is gewoon chocola. Een stukje kip gevuld met een mix van crème fraîche en tabasco. En we doen tabasco poeder overheen. Oosterse carpaccio. Ik ben gyoza's aan het maken. Gyoza's zijn dumplings. En viskoekjes. Ik ben een Indonesisch groentegerecht aan het maken met mijn eigen draai eraan. Ik ga carpaccio maken. Okay. Dus het wordt echt perfect. Ik ben gefrituurde gamma's met aardappelchips aan het maken. Met wat gegrilde gammatjes erbij. Oké. Okay. En hopen dat het smaakt. Ja. En waar heb je inspiratie vandaan gehaald? Ik heb gewoon heel lang zitten denken en dit is waar ik op uitkwam. Ja. Het is niet dat ik echt een bron ervoor heb gebruikt eigenlijk. Ja, van een vriend van mij, zijn moeder, heb ik het overgenomen. Een beetje uit mijn cultuur, zeg maar. Ik ben zelf van Indonesische afkomst. En waar heb je inspiratie vandaan gehaald voor dit gerecht? Op internet? Nou, met de hulp van een vriend van me. Die zelf een keuken heeft, hebben we even zitten brainstormen. Hier is net druk gejamd door de leerlingen van de Roy Pannen. En jij hebt ze daar wat bij geholpen? Lichtelijk ondersteund. Hè? Niet te veel. Want wat ze wel doen is zelf half uit zouden werken en al zelf zouden ontwikkelen. Dus ik heb ze daar wel tot gemotiveerd. Heb je nou hele leuke gerechtjes voorbij zien komen? Ja, ik heb heel leuke dingen langs zien komen. Echt gevarieerde dingen. Dus echt gewoon waar ik denk van nou, leuk verzonnen. Er waren er wel een paar bij die echt wel eruit sprongen. Van het vleesgerechtje op Koreaanse wijze was wel zo gepresenteerd en echt er goed over nagedacht. Het oestertje met Bloody Mary, Hot Mary, zag er verrassend uit. Je merkte wel dat het gewoon bij de leerlingen heel erg leeft. Die echt wel daarmee bezig zijn dat het leuk is. Ze leren het product kennen. Dus we hopen dat er meerdere bedrijven dit soort dingen willen doen, zeg maar. Voor ons is het heel leuk, omdat daar eens meer uit komt. En zat de potentiële winnaar erbij vandaag? Ik hoop hem wel. Ik uit hem wel. Maar jij weet niet wat anderen wat ze ingestuurd hebben. Maar ik moet zeggen dat het me heel erg verrast heeft. En ik ga ervan uit dat er de winnaar erbij zit. Ja, okay. Ik hoop het tenminste.